Bavin heeft een overschot aan restwarmte. En dat kost energie om het af te voeren. Terwijl we juist die restwarmte willen inzetten op een duurzame manier voor verwarming van het zwembad en de kantoren en het magazijn. Dat geeft een win-win situatie. De gemeente Harderberg heeft een vooronderzoek gedaan naar de grondwaterstanden. Allerlei plannen, nieuwbouwplannen kwamen op tafel. En Wavin die heeft een groot overschot aan restwarmte. Nou, het systeem werkt als volgt. Wavin is een producent van kunststof leidingssystemen. Zij maken gebruik van extrusie en een spuitgietproces. En ja, grondstoffen moeten eerst opgewarmd worden, dat kost elektriciteit. Maar die producten moeten ook weer afgekoeld worden om de juiste vorm te krijgen. Voor die koeling gebruiken wij grondwater van 11 graden Celsius. En ja, daarvoor is op locatie een bodemenergiesysteem in bedrijf. Dat is een warmte-koudopslaginstallatie. Het grote overschot aan restwarmte wat we hebben, wordt afgevoerd op deze grote centrale installatie. En een deel van die restwarmte gebruiken we voor het verwarmen van het nieuwe zwembad. Om het zwembad te koppelen aan onze installatie, dan moet een aanvoer- en retourleiding in PE aangelegd worden. En in het zwembad zelf is een warmtepomp en een warmtewisselaar geplaatst. En dat is een duurzame technologie. En op deze manier wordt de restwarmte die afkomstig is van de Wavin opgewaardeerd voor het verwarmen van het volledige gebouw. De overige restwarmte van Wavin wordt ingezet bij het hoofdkantoor van Wavin, waar ook Dion is gevestigd. En daarnaast hebben we plannen om het magazijn van Wavin te koppelen. Dus op deze manier wordt de restwarmte heel nuttig ingezet.